Hier in de Beverwaard wordt een asielzoekerscentrum gebouwd. Basisscholen in de directe omgeving zullen asielkinderen in de klas krijgen. Een van die scholen is RK De Regenboog in de Beverwaard. De uitspraak van staatssecretaris Dekker om geen extra geld aan asielkinderen in het basisonderwijs te geven, valt hier niet in goede aarde. Daar balen we ontzettend van, want kinderen die 9 jaar zijn en in groep 6 zitten, die hebben 9 jaar onderwijs of eigenlijk 5 jaar onderwijs gehad. Doe een saxofoon. Ik hoor hem niet. En nu komen de kinderen bij die een jaar Nederlands hebben gekregen. Die zijn echt nog niet ver genoeg om goed mee te kunnen met de andere kinderen. Die gaat en omhoog. En omhoog. Helemaal naar beneden. En dat betekent dus dat je op een andere manier ook moet lesgeven aan de kinderen. En dan gaan onze kinderen die er nu al zitten, krijgen minder tijd en aandacht van de leerkracht. En ze verdienen die aandacht en tijd ook. Wat moet er gebeuren? Geld. Staatssecretaris Dekker moet gewoon over de brug komen met geld. De Kamer heeft het gevraagd. De PO-raad, dat zijn alle schoolbesturen in het basisonderwijs, die hebben dit gevraagd. De gemeenten hebben dit gevraagd om dat tweede jaar ook extra geld te willen geven voor nieuwkomers in Nederland. Dat is gewoon nodig. En de staatssecretaris zegt eigenlijk halverwege het gesprek, nou dat ga ik dus niet doen. Nou, donderdag is er een Kamerdebat. Deze week zijn er ook weer meer gesprekken, ook met de staatssecretaris, om te zorgen dat dat tweede jaar er wel gaat komen. Dus wat wij gaan doen is met elkaar in gesprek om te hopen dat dat tweede jaar financiering er alsnog komt. Wat verwacht u van de wethouder? Dat hij zijn poot stijf houdt en harde onderhandelingen ingaat met staatssecretaris Dekker.